Yo mensen, welkom bij een nieuwe aflevering van Hans de Best. En vandaag doen we een nieuwe aflevering van Random Game. Vandaag doen we Dirty Bomb. En ik hoop dat het goed gaat, maar... Wat een kutwapen. Ja, ik vind het. Wat is Dirty Bomb eigenlijk? Ja, het is een soort... Het is eigenlijk een soort... ja, dan kun je het uitleggen. Wat ik nou doe is een soort team, ja, een soort siege. Ja, dus wat ik nou speel een soort siege, alleen dan anders gedaan. Net als wat ik nou doe is, ja, dus siege. Maar je krijgt, je hebt, van 20 à 30 verschillende characters met eigen wapens en eigen abilities. Terwijl heb ik. Zoals je ziet heb ik, nou die hieronder staat, Bust, Wacker, Skyhammer en Aura. En deze heeft dus een turret, een machine gun, de andere heeft ook een assault rifle, maar die heeft, die kan ammo droppen. Die kan ammo droppen en... Die heeft... En... En je kunt elkaar helpen. Leuk. In ieder geval... Wow, dat is echt scheef. Maar die heeft... Die Skyhammer heeft dus een air... Of ja, die kan ammo drop en die heeft een airdrop. Echt een airdrop. En die andere, die laatste Aura, die heeft de shotgun. En als abilities heeft ze een heal toren en kan ze mensen. Fijn weer dit. En je ziet, je gaat af en toe zo fucking snel dood. Maar af en toe kun je ook lekker lang blijven leven. More ammo here. Blowing turn. Yeah. I have ammo for you. Detonator delivered. En zo snel kan het gaan af en toe. Well, that went well, didn't it? Maar dit potje was mijn team ook niet echt al te best. Maar we gaan gelijk door naar het tweede potje dan. Yo mensen, welkom bij het tweede potje van vandaag. Nou, we hebben weer een ander objective. We hebben iets voor de defender. En zo snel aan de kamer, want er staan een lekker vier man. Hey. AA control C4 planted. Defuse it. En dan moeten we defusen. Blowing turret. Control C4 diffused. Don't let them plant another. Yeah. Sorry als ik bijna praat, maar ik ben dan ben ik geconcentreerd mee. Nou, we hebben dus dingen gediffused. De C4. Want als die C4 explodeert, dan we hebben we de truck niet goed defend. Mm. Dat is wel de bedoeling, man. Blowing turret! En als je teammates ook door je eigen richt
Wat voor mij zit er wel team killing in, maar... Of friendly fire, hoe je het wilt zeggen. Ja, assault rifle. Jammer weer dit. Jammer, jammer, jammer. Maar als je dit vaker wilt zien, abonneer, reageren, laat je zeker deze video heen. Als je het niet vaker wilt zien, dan laat het achter. Dan doen we volgende keer weer een andere random game. Jammer. Ja, artillery. Eigenlijk zijn we al aan het disarmen, dus. Kijk uit, te laat. They've blown the AA controls, for fuck's sake. Do a better job defending the vault. Dat was niet nodig, oké. Okay. Zie je dat? Ik krijg een XP voor reclaim. They've got C4 on the vault. Defuse it, please. Sad. Defuse it, please. Yeah, yes. I tried. Nog 5% HP. Misschien mensen helpen. Hey, okay. Vault is blown. Don't let them steal the energy cores. Ja. They have the first energy core. Oh, hier is geen ingang, wat? Ik dacht slim te zijn, man. They delivered the first energy core. Ja. I'm really trying to get ammo from this. Deze push ook gewoon gaan verliezen. Reloading! Second energy core returned. You sit there. They've got the second energy core. Return it. Ook van in de zijkant, jezus. Nou, we gaan naar de andere kastje. Naar de Skyhammer. Misschien gaat het eigenlijk beter. Ik denk. Oh, we gaan het proberen.
Airstrike on the point, watch out. Ja, dan zegt hij ook echt veel te laat. Dan zei hij gewoon. Airstrike on the point. Dan zei hij echt pas niet. Delivering. Okay. Alles en iedereen is dood. Stop picking it up now. Got bullets for you. They delivered the second energy core, bugger. Mission failed. Oh. They have the energy cores, which you were specifically tasked with. Oh, never mind. Nou, dan gaan we ook gelijk nog even door. Gewoon weer nog een potje verloren. Kut, sorry. Die operation case. Jee. Maar we gaan gelijk door naar het laatste potje. Ja. Yo mensen, welkom bij het derde potje van vandaag. Ik heb weer een andere character gekozen. Dit is mijn heal character, zoals je ziet. Healing Pulse, Defibrillator en... Repair. Repairing the objective. Trellamari, repair. Come on me. Repairing the objective. Cover me. Yeah. Turn up. Yo. Even hectisch, hectisch. Zo. Scheiße. Nee, ik wou mezelf healen, dat kan ik. Alleen het nadeel was, ja, het EV repaired, escort you to the tower. Ja, en nou is je weer kapot. Waarschijnlijk. Put a heal station on me, please. Yeah, I've been all on top. Recharging. Weird. I had an EV repaired. Now escort it to the tower. Zo. Je hebt ook van deze reactors, of ja, generators die je kunt maken. Dan worden er kleuren gevolgd die behind. Kunnen helpen in de strijd. Zo, zorg dat ik weer heb geplaatst, maar ik ben echt weer geconcentreerd bezig. Dus. Zo. Maar we hebben de EVE gewoon heel ver gepusht, of waar die naartoe. En dan moeten we hier binnen schieten, overleven.
faster if you do come. Yeah, not a rock. Can you throw ammo? Yeah. 10 bullets. Keep throwing ammo. Okay, yeah, one did. Ik snap niet waarom de gameplay zo hapert, maar hey. Of niet. Geluid. Het wordt zoveel tegelijk. Ineens is het gewoon FPS, fuck jou. Defusing. Get air strike up there, please. We have to control C4 defuse. Plot another. Kalamari, you're an engineer. Yeah, you can't really the reactor control. I did it. Of gewoon als ik gek kan schieten. Ah, oh, is een generator die fan. Ja. Dat kan ik ook, dus hey. Zo, en de laatste potje van gewonnen. Het was wel hectisch. Of mij, of voor de computer. Maar we hebben het gewoon gedaan. Twee keer verloren, laatste potje keihard gewonnen. Dus als je dit vaak wilt zien, abonneer, reageer en like zeker deze video. Laat ook in de comments achter wat je ervan vond. En of je dit vaker wilt zien als een serie of in de random game serie. En dan zie ik je bij de volgende aflevering van Rocket League. Of iets anders of van een andere random game. Bye mensen.